Zeg, Maureen, waar gaat die award nu komen te staan? Naast de andere. Naast de andere twee. We hebben ooit een prijs gewonnen voor Helden van de Zee, beste film. En zij heeft ooit een prijs gewonnen voor Coolste Chick. Dus hij gaat ernaast komen. We kunnen bijna vier op een rij spelen. Ja. Maar waar staan die awards dan? Momenteel op mijn kamer. Ja, en eentje op mijn kamer. Is het nog niet tijd om samen te gaan wonen? Dat is al lang gebeurd. Tegenwoordig wachten mensen daar niet zo lang meer mee. Ah, jullie hebben dus elk een eigen kamer, of wat? Nee, ja, met spullen in, hè. Ja. Maar ik denk, wij wonen eigenlijk al heel ons heldenleven samen. Ja, dat is eigenlijk waar, in de heldenketen. In de heldenketen. Wij wonen daar nog altijd. Ja, en Dempsey en Nico, die wonen daar ook nog. Die vragen we ons af, wat doen die mensen hier eigenlijk? Ja. Zeg, wat doet dat nu om zo'n award te winnen, zie? Ja, dat is fijn, hè. Allee. Wij hadden het echt niet verwacht. Nee, we hadden het niet verwacht. En ja, ik denk gewoon van... Dat heeft niks te maken eigenlijk met onze liefde. Want onze liefde is groot. Maar het is wel mooi dat onze liefde ook gewaardeerd wordt door onze kijkers. De Catnetters. Ja, ik vind het wel een beetje speciaal. Want Helden, er zijn geen nieuwe afleveringen meer. Maar oké, dat heeft dat blijkbaar niet nodig voor een beetje liefde te krijgen. Dus ja. Heel veel liefde terug naar de Catnetters. Hoe verliefd ben jij op zich? Amai, pas op, zo, ik denk onmeetbaar. Onmeetbaar, dat is mooi. Zicht, het is binnenkort Valentijn. Heb je al iets in petto voor haar? Is het Valentijn? Ja, we hebben iets in petto. De Q Masquerade. De Q Masquerade, inderdaad. Maar ja. We willen dat nu alle singles een goede match vinden bij de Q Masquerade. In het prille bestaan is het elke dag Valentijn. Hè? Oh, zeg, zo schoon. Voilà, goeie keus. Goeie punten ook. Goeie punten.